Nou, we zijn aangekomen bij Center Parks de Eemhof. En we zijn nu onderweg naar het huisje. Maar het is niet zomaar een huisje. Nee, we zitten VIP. Als we het doen, doen we het goed. Dat is ons motto. En dan hoor ik jullie denken, een VIP-huisje. Waarin onderscheidt zich dat dan van een gewoon huisje? Dat zal ik jullie laten zien. Aan een sauna. En aan de badkamer. Met bijbehorend bubbelbad. En een mooie luxe keuken. Met vaatwasser. En Dolce Gusto. En het uitzicht, niet te vergeten. Laat het lentezonnetje maar komen. Weet je wat nou het grootste nadeel is aan op vakantie gaan met je eigen auto? Je neemt toch altijd weer veel te veel spullen mee? Nou, we hadden een dinerarrangement geboekt met iedere avond verzorgd eten. En onze eerste avond is in Evergreens, het buffetrestaurant. All you can eat, buffetrestaurant. All you can eat, all you can eat buffetrestaurant. Dus dat komt wel goed. Wij gaan los. Een chocoladefontein. Een witte. Wah! Goedemorgen, het is dag 2. Van onze weekendje weg op de Eemhof. We gaan vandaag het park verkennen. Bekijken. Dingen op het park ondernemen. Naar de haven, midget golven. Nou, jullie zullen het wel zien. Mochten jullie wat op de achtergrond horen, helikopters, sirenes, zoals net, of hoeven van paarden. Dat is omdat er een weekend hier is van de stichting Opkikker. Dus ze laten allemaal wensen van kinderen in vervulling gaan. Dus dat kan soms voor het lawaai zorgen. Dat dus.
dan denkt alles gehad te hebben. Stormtroopers! In één keer. Ja, ja. Ik heb het zelf niet gezien hoor. Moet het van me aannemen. Ik denk dat ik ooit van mijn leven eindelijk een keer ga winnen. Stand na 13 holes. Gelijk. Oh, kunnen jullie vast niet lezen. 43, 43 deed ik het zo goed. Kom ik toch weer in de buurt. We gaan nog moeilijk worden. Ik ga mijn best doen. Ook 8. Jij had een 9. Jij bent wel altijd het maximale, dus. Jij weer geluk. Thank you.
wel feliciteren. Ja, ja, ik heb gewonnen. Woehoe, loser. Blij dat je gewonnen hebt? Nog nooit, dus in de geschiedenis, in die 10 jaar, nog nooit gebeurd. Nu 2 homobands. Vet gewonnen wil ik niet zeggen, maar ik heb gewonnen. Regenachtiger vandaag, maar dat maakt niet uit, want we gaan vandaag zwemmen. En niet zomaar, we gaan hele spectaculaire dingen doen. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, als het allemaal goed gaat. Of het er spectaculair uitziet, weet ik niet. Misschien ook heel klungelig. Jullie zullen het zien. Tot straks. Tot straks. Doei. Yeah.
Oh, mag ik? Ja, je mag, maar hij loopt al even. Nou, we zijn helemaal beursblauw, kapotte knieën en nogal wat meer van de flowrider. Dat was het spectaculaire. Bij Lars zag het er redelijk spectaculair uit. Bij mij iets minder spectaculair. Waar houden we het op voor rood lunzen? Ik kon niet op mijn knieën, ik kon helemaal niks. Laten we het op charmant houden. Ja, heel charmant. Maar het was erg leuk en we hebben echt genoten en nu gaan we bijkomen en blauwe plek zelfs smeren. Na een lange dag in het zwembad, helemaal uitgeput, vol met spierpijn. Zijn we nu toch wel aan toe aan een lekkere ontspanning. Dus als het goed is, komen we zo in het huisje en dan staat er een lekker gourmet pakket voor ons klaar. Ben benieuwd. Kijk eens wat, hoeveel we hebben gehad, wat er allemaal uit die boxen kwam zetten. Ongelooflijk! Vlees, groenten, je kan het zo gek niet opnoemen, alles zat erbij. Sausjes, salades. Zelfs ook nog toetjes, die staan in de koelkast. En chocolaatjes, voorbij de koffie. Nou, het is echt ongelooflijk. Dus we gaan maar beginnen, denk ik zo. Gourmetten voor gevorderden. 10 pannetjes, anders gaat het nog traag. En dan de andere. Bijna allemaal op, het vlees sowieso. Het was echt heerlijk. En echt goede kwaliteit spullen en hè? Het smaakte goed, het was veel, het was brood is allemaal opgegaan, het vlees is opgegaan, nou, groenten leek heel end opgegaan. Deze ook? De sausjes was gewoon veel te veel. De kartoffelsalade, Sam hoeft hem niet, maar ik heb hem in mijn eentje over drie kwart op. Het was echt allemaal goed. En dan hebben we nu de toetjes nog. Ja, ik denk dat dat gaat lukken. In mijn bubbelbad met mijn lavendel relax badolie, dus mijn blauwe plekjes en zo van de flowrider, die kunnen heerlijk als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dag 4 alweer, goedemorgen. Dit keer ben ik alleen, ik ben onderweg naar de auto. Het is dag 4, betekent dus wisseldag. De laatste dag van onze vakantie hier zo. En tijd om de auto op te halen, die in te gaan laden. En dan kunnen we vandaag nog even lekker naar het zwembad en dan gaan we naar huis. Het zit er alweer op. Willen we daar vandaan nog even naartoe, omdat het hopelijk al wat rustiger is, dat we hopelijk wat meer kunnen doen. Dus voorlopig nog niet naar huis. Zitten we nog
een beetje slappe haren van het zwembad. En nog even lekker lunchen en dan gaan we op weg naar huis. Het was echt een heerlijk weekend. Heerlijk. Echt helemaal bijgetankt. Echt fantastisch. En nu helemaal lekker in het zonnetje. Dus nou vandaar dat ik een beetje knijp in mijn ogen. Maar, en nu hebben we al schoongemaald. Ja, lekker nog even genieten. Wil je een droge of een natte bol? Nou, een natte of een droge?